scheiding der machten. Zeg, mijn engeltjes, wat betekent dat? Wat ik heel vaak doe, is stukken van de les met de leerling in een Cornell-samenvatting gieten. Je kunt dat aan de hand doen van een boek, je kunt dat aan de hand doen van een tekst. En wij gaan dat vandaag doen aan de hand van een filmpje over... Scheiding ter machten. Verdeelde macht, zodat niemand te veel macht heeft. Vandaag ging dat over de drie machten, maar dat kan volgende week even goed gaan over de politiek in het Romeinse Rijk tijdens de klassieke oudheid. Dus, hoe ga je dat indelen? Je hebt je blad, je maakt eigenlijk twee kolommen. Bij een Cornell-samenvatting verdeel je je blad in verschillende delen. Bovenaan zet je uiteraard je titel en dan je hoofdblad ga je eigenlijk verdelen in twee kolommen. Een linkerkolom die iets minder breed is, zie het als een vrij brede kantlijn, en een rechterkolom die veel breder is, waar je ook veel meer uitleg gaat schrijven. Aan de linkerkant gebruik je bijvoorbeeld begrippen, maar kan je ook W-vragen zetten, wie, wat, wanneer, om dan aan de rechterkant meer uitleg te geven over die begrippen enerzijds, of een antwoord geven op de vragen anderzijds. Onderaan hou je ruimte over de hele breedte van het blad om een conclusie te schrijven over de leerstof die je verwerkt hebt in je samenvatting. Je bent je leerstof al op die manier in vraag aan het stellen dat je al heel veel leert bij het samenvatten. Maar we gaan de koe bij de horens vatten en we gaan eraan beginnen, hè. Wat heel erg leuk is aan de Cornell-methode, is dat je jezelf voortdurend kan ondervragen. Je kan verschillende delen gaan afdekken, waardoor je jezelf vragen kan stellen of de begrippen kan uitleggen. En dat maakt van die samenvatting, van die manier van samenvatting, een heel goede studeermethode. Goed, ook je termen. Jij zei dan van je vragen en toch heb je gedacht, misschien moet ik het zo op die manier aanpakken. Schitterend. Het is heel mooi om te zien hoe een methode die schijnbaar onschuldig is, zoveel teweeg brengt bij leerlingen. Dat waren 13, 14-jarigen, je hebt het zelf gezien. En de vragen die gesteld werden, gaan in op die essentie van de les. Ik ben heel bewust bezig met mijn titel. Waarover moet deze les gaan? Welke begrippen moet ik daaruit halen? Welke vragen moet ik daaruit halen? Wat schrijf ik daarop? Hij geeft hier wie, maar niet wat. Hier schrijf je wat, maar niet wie. En ik weet bij 100% zekerheid, ik heb ze morgen opnieuw, dat als ik verder ga met die les, dat zij nog precies weten wat zij vandaag gedaan hebben, opgeschreven hebben, gehoord hebben, omdat ze daar op een actieve manier mee bezig geweest zijn.